Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Energiesprong Platform 31 en de Woonbond. Welkom bij de 5e aflevering van Ons Huis Verdient Het. Een comfortabel huis, maar zonder elektriciteits- of gasrekening. Dat kan. Wil je weten hoe? Kijk dan naar dit programma. Geen energierekening meer, maar toch comfortabel wonen. Wie wil dat nou niet? Maar wat als je in een jaren 30 huis woont? Kan het dan ook? Een ongelooflijk leuke wijk is dit. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou er ook best wel willen wonen. Maar volgens mij is er één ding minder aan. Je energierekening. Dit is het Soester Kwartier. Een sfeervolle wijk in Amersfoort waar mensen graag wonen. Zoals Marieke en Bart. Het is een toffe buurt. Het is een buurt waarin mensen elkaar tenminste gedag zeggen. Ik heb altijd wel gedroomd van een jaren 30 huis. Het zijn wel huizen die gewoon 80 jaar oud zijn. En Vreten energie. Ja. Alleen al in Amersfoort zijn er honderden van die huizen. Hoe kun je bewoners helpen die huizen energiezuiniger te maken? Bedrijven en overheid starten samen 033 Energie. 033 Energie is een groot consortium van Amersfoortse organisaties. De gemeente maakt er onderdeel van uit. Maar ook vier bouwers, installateurs, Rabobank, Eneco, Hogeschool Utrecht. En al die partijen samen willen laten zien dat het kan. Een jaren 30 huis naar nul op de meter brengen. Maar we willen één keer met z'n allen alles uit de kast halen en een echte energie-neutrale woning neerzetten. En we doen dat eigenlijk om een prototype te hebben in deze wijk. Van waaruit we met bewoners zelf verder willen kijken. En dan op zo'n manier, met voortschrijdende technieken, dat die ook echt goed betaalbaar is. En mensen zeggen van, ik wil hem ook. Daarom zochten ze één huis dat als voorbeeld kan dienen voor de hele stad. Dat werd het huis van Bart en Marieke. Ik denk dat wij het geworden zijn omdat we het menen. Omdat we er echt achter staan en omdat we er niet licht over denken. Als tegenprestatie doen ze veel aan communicatie. Bloggen, we doen filmpjes maken. We vertellen de stappen die je moet zetten. De kennis die we opdoen in dat leertraject, want voor ons is het ook een leertraject en voor alle mensen die betrokken zijn bij het project, om die te delen. Daarom gaan ze vanavond ook naar een bijeenkomst van de buurt. Ja, we gaan presenteren wat de plannen zijn van ons huis, maar vooral ook wat de plannen zijn voor de wijk. Ik ben Marieke, ik woon op de Hunsestraat. En zo gaat hun huis er straks uitzien. Het is de bedoeling dat de buurt er nauw bij betrokken blijft. We gaan vragen of de mensen geïnteresseerd zijn om met ons mee te denken. Dus als we hem gaan bouwen, dat ze meekijken, meedenken, ook daarna. En ze bepalen mee uiteindelijk het gezicht van de wijk. Nou, het lijkt mij ontzettend leuk om juist met je eigen wijk hiermee aan de slag te gaan. Ik heb me net ingeschreven voor E-neutraal wonen. Ik heb me aangemeld voor een klankbordgroep. Het meedenken kost acht avonden in een jaar. En daarvoor in de plaats krijg je een hoop kennis terug, verwacht ik. Dus dat heb ik er zeker wel voor over, ja. En ook voor bedrijven die de renovatie gaan uitvoeren is het interessant. Ik denk wel dat je dit huis, als hij straks echt helemaal klaar is, het uithangbord, de etalage van de Soesterkwieken noemen als het gaat om energetisch renoveren. Ja. Laten we maar gaan beginnen. Nou, en hoe eerder ze aan de slag kunnen, des te beter natuurlijk. En wat zeker gaat helpen is de komst van dit centrum voor duurzaam renoveren in Amersfoort. Eigenlijk een soort winkel waar je terecht kunt als je met je huis aan de slag bent. Stadhuis. Laat het aan de kantine tafels bij. Meer over deze winkel zie je straks in deze aflevering. Lekker leven zonder iedere maand geld kwijt te zijn voor je energie. Daarover gaat het in dit programma. Als je je eigen elektriciteit op wil wekken, dan moet je natuurlijk zonnepanelen nemen. Maar let wel op hoe je ze aansluit. Steeds meer mensen nemen tegenwoordig zonnepanelen op hun dak. Zoals de familie De Wit. Je wilt toch allemaal wel iets aan energiebesparing doen. En als je dan eens gaat rekenen, dan blijkt zo'n investering wel een hele goede te zijn. Dus dat hebben we 2 jaar geleden besloten om te doen. Nou, ik vind het op zich een goede ontwikkeling, want we gaan met z'n allen een steentje bijdragen aan de natuur, aan het milieu.
Maar het gevaar is wel dat het aansluiten op de meterkast niet goed gebeurt. Als je zonnepanelen hebt, dan zou je de stroom krijgen vanuit het energiebedrijf, vanuit de meterkast die installatie in. Dat zou een 16 ampère is die voor beveiligd. Daarnaast kan die ook weer stroom krijgen vanuit het dak, van de zonnepanelen op het dak. Dus dat komt bij die 16 ampère op. Dus krijg je een grotere stroom. De installatie staat niet op berekend en dat zou een gevaarlijke situatie kunnen veroorzaken. Bijna een kwart van de ongelukken met elektriciteit in huis wordt erdoor veroorzaakt. Je schrikt ervan. We hebben daar ook ervaring mee. Toen we dit huis kochten, hebben we daar ook al wat malheur in de meterkast gehad. Er is ook direct een goede installateur bijgekomen om dat te verhelpen. Maar dat leeft wel bij en dat zit in je achterhoofd. Vandaar dat je nu ook toch wel heel snel de beslissing neemt om daar nog eens heel kritisch naar te laten kijken. Dat is heel simpel. Veiligheid, veiligheid en veiligheid. Dus gaat Johan niet zelf aan de slag in de meterkast, maar laat hij het over aan een expert. Dat moet de garantie zijn dat dit goed voor elkaar is. En om ervoor te zorgen dat de meterkast veilig blijft, kun je de groepenkast laten registreren. Met dit label kan ik de groepenkast registreren. Dat is het grote voordeel voor de eindgebruiker dat hij 8 jaar garantie krijgt op de producten. Daarnaast kan meneer zichzelf ook nog registreren. Daarbij voor een stukje continuïteit in veiligheid krijgt meneer 2 keer per jaar een e-mail om de kast te controleren en te testen. En als je dan toch bezig bent, dan is een energiemeter ook wel handig. Op het moment dat de zon fanatiek schijnt, is het leuk om te zien hoe de opbrengst is van de zonnepanelen. Heb je jezelf ooit afgevraagd hoe jouw droomhuis eruit zou zien? Jo Bensdorp droomde van een huis helemaal van hout. In Dirksland op Goeree-Overflakke lukte het Joop zijn droom te realiseren. Kom binnen. Heel veel hout, zeg. Ja, dit is echt een massief houten huis. En het is altijd mijn droom geweest om een houten huis te bouwen. En dit is een hele mooie bouwtechniek, duurzaam. Kom even buiten kijken, dan zal ik je nog meer laten zien. We hebben ook nog gras op het dak. Oh ja, het is een beetje verdord het gras. Het ziet er op dit moment op zijn slechtst uit. Ja. Onderaan het dak zie je nog een hele rij zonnecollectoren liggen. Die gebruiken voor het warm water en voor bijverwarming naast de houtkachel. En wat niet onbelangrijk is, is helemaal één grote glaswand aan de zuidkant. Dus met dit weer, ook bij lagere temperaturen, wordt ons huis gewoon gratis verwarmd door de zon. Maar dat betekent dat je het in de zomer ook bloedheet krijgt? Nee, want het overstek van het dak is zo groot dat op een gegeven moment de zon niet meer binnenkomt. En door dat grasdak is het juist lekker koel in ons huis. Ik ben altijd een enorme liefhebber geweest van houten huizen. Dit is een massief houtbouwsysteem waar geen lijm en geen verduurzamingsmiddelen aan te pas komen. Het voordeel is ook dat het dampopen is. Dus het vocht dat wij in huis produceren, dat ademt het huis eigenlijk gewoon naar buiten toe uit. En door zijn massa houdt het ook de warmte enigszins vast. Waardoor dat ook voor het energieverbruik beter is. En het leukste van alles is, tenminste het leukste vind ik leuk, is dat als ik een schilderijtje ophang, dan sla ik gewoon een spijker in de muur. En dat kan je, ja, met een normale muur kan je dat niet zomaar doen. En dat vind ik echt fantastisch. Binnen in de woonkamer staat het belangrijkste van het huis, de houtkachel. Het is een vinoven. Het is een accumulerende houtkachel. En dat is eigenlijk de meest duurzame manier om hout te stoken. Deze hele muur neemt de warmte van die kachel op. Als het vuur goed heet is, dan is het daar 900 tot 1200 graden. En de rookgassen gaan dan via een labyrinth van kanalen door die hele kachel heen naar de schoorsteen. We hebben geen cv-installatie, we hebben ook geen gasaansluiting. Dus buiten de zonneboorlen die we gebruiken om de badkamer te verwarmen, is dit gewoon onze enige verwarming. En de elektriciteit die we gebruiken, dat wordt gecompenseerd door aandelen die wij in windmolens hebben gekocht. En we zijn dus nu al eigenlijk energie-neutraal, maar we gaan binnenkort nog PV-cellen op of panelen op ons dak leggen. En dan is het huis zelf ook echt helemaal energie-neutraal, want dan wekken we net zoveel op als we verbruiken. Dus ja, dit is ons droomhuis. Dat klopt. Helemaal. Ja.
Als je nou niet je hele huis op de schop wil nemen, kun je ook met hele kleine dingen al heel veel energie besparen. Heb jij ook zo'n oude cv-ketel die al jaren aan vervanging toe is? Doe het dan gelijk goed. En kies voor een zonneboiler. Dan krijg je gratis warm water van de zon. Dat werkt door middel van een collector, een zonnecollector. In die zonnecollector zit een grote zwarte plaat. En achter die plaat zitten koperen leidingen. Door die koperen leidingen stroomt het water. En door die zwarte plaat die verwarmt het water wat door de koperen leidingen stroomt. Vervolgens gaat het water naar een groot vat toe, een zonneboilervat. En op die manier kun je eigenlijk gratis warm douchen. En wat nou als de zon niet schijnt, dan kan die zwarte plaat ook niet opgewarmd worden? Ook als de zon niet schijnt, door middel van daglicht, wordt die plaat opgewarmd. Misschien niet zo warm als bijvoorbeeld 60 graden. Maar daarvoor hangt er nog een cv-ketel naast de zonneboiler om alsnog het water naar 60 graden te brengen. Dus dat betekent dat ik gewoon altijd warm water heb wanneer ik dat maar wil? Ja, ook bijvoorbeeld midden in de nacht heb je warm water, ook als er geen licht is. Gratis warmte van de zon, dat doucht natuurlijk een stuk lekkerder. Wil jij een zonnecollector winnen van Ito Daalderop? Ga dan naar onze site en doe mee aan de prijsvraag. Hoe zou het zijn om te wonen in een superzuinig huis? Ik ga afwassen. Ga je afwassen? Is goed. Maar er wordt niks gedaan om gas in dit huis, vertellen ze mij. Dus ik ben benieuwd waar het warme water naar vandaan komt en hoe lang het duurt. Ah, nu is het warm. Het is best snel. Oh, het is heel warm. Te warm van mij. Yeah. Oh. Hoe bevalt het Timo en Esther verder? Tot zo, na de break. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ito Daaldrop, Climate for Life. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Busch Jäger en ABB. Is wonen in een huis zonder elektra- of gasrekening nou echt zo comfortabel? Dat merk je snel genoeg als je er een nachtje gaat logeren. Deze week Timo Spijkerboer en Esther Hogendijk. Timo en Esther gaan een nachtje proefwonen in een jaren 30 huis in Enschede. Kom ik was wel benieuwd hoe het zou zijn om in een heel energiezuinig huis te zijn eventjes. Hoe dat zou voelen. En we wonen zelf in een huis wat helemaal niet energiezuinig is, dus dan is het verschil ook wel heel groot. Het huis is van Agnes Haveman. Ik vind het wel een prettig klimaat. Oké. Eerder deed Agnes mee aan het programma Klusje Rijk. Daarbij ging het erom je huis zo energiezuinig mogelijk te maken. Agnes trok alles uit de kast. De vloer hebben we geïsoleerd, de wanden die zijn geïsoleerd, de zolder. Er is overal dubbel glas, HR++ glas. En er zijn zonnepanelen geplaatst, de zonneboilen. En ik heb uiteindelijk alle radiatoren verwijderd. Dus wij stoken elektrisch nu. Dat gebeurt met infraroodpanelen. Ik merk dat het niet zo fijn is, die warmte bij mijn hoofd. Ja, ik krijg een beetje zo'n heet hoofd. Je bent ook een beetje een heet hoofd. Het is wel prettige warmte, zoals je zeg maar bij op het terras hebt. Weet je, zo'n soort warmte. Maar we vonden het allebei volgens mij niet zo prettig dat het van boven kwam. Het huis is supergoed geïsoleerd. Het eerste wat me opviel aan het huis is dat het... Ja, je merkt het nu ook met het geluid. Het is zo snel weg. Ik merk dat ik dat heel erg prettig vind. Dat voelt een beetje soort als een kokonnetje of zo. Ja, nee, ik niet. Ik hou wel dat ik gewoon wat om me heen hoor of zo. Ja. Ze hebben echt veel kaarsjes. Overal. Ja. Hier, daar. Ze zijn niet allemaal aan, maar die op tafel zijn allemaal dus uit. En hier op tafel. Zou dat ook te maken kunnen hebben met de warmte? Dat blijkt te kloppen. De kaarsjes zijn er niet voor niets. Omdat mijn huis natuurlijk zo goed geïsoleerd is, is het zelfs zo dat we met een paar kleine kaarsjes de woning al kunnen verwarmen. Ik ga afwassen. Ga je afwassen? Is goed. Maar er wordt niks gedaan op gas in dit huis, vertelden ze mij. Dus ik ben benieuwd waar het warme water naar vandaan komt en hoe lang dat duurt. Koud, nog steeds koud. Ah, nu is het warm. Het is best snel. Oh, het is heel warm. Heb je te warm van mij? Ja. Yeah.
De zonnecollectoren doen hun werk. En hoe heb jij het douchen ervaren in het energiezuinige huis? Ja, gewoon hetzelfde als thuis. Ja? Ja, gewoon prima. Maar het was gewoon prima, gewoon lekker gedoucht. Goedemorgen. Goedemorgen. En? Hoe was je nacht in het energie-neutrale huis? Nou, als je slaapt, dan merk je er niks van. Hoe heb jij geslapen, Esther? Beetje kort. Maar wel gek dat je in iemand anders een bed slaapt. Ja. En na een lekker ontbijtje zijn daar al Agnes en haar vriend Rob. Goedemorgen. Welkom in jullie eigen huis. Ja. Je hebt gewoon warm water van de zon en je hebt stroom van de zon. Ja, dat is op zichzelf al een heel... werkt het gewoon en het is een heel fijn idee, denk ik. Ja. Elk stapje helpt. Ik denk niet dat je meteen naar een totale verandering van je huis moet om iets aan het energieverbruik te doen. Maar ja, als we met z'n allen gewoon kleine stapjes maken, kleine dingen... opletten dat dat al een heel groot begin is. En ik denk wel dat het kan. Ik bedoel, op het moment dat je naar energie nul wil, dan kan het gewoon. En dat hebben we al gezien. Als je nou in een oud huis woont en dat wil je gaan verbouwen, dan zit je goed als je in Amersfoort woont. Want daar zit het Centrum voor Duurzame Renovatie. En het leuke is, dat wordt vandaag geopend. Duurzaam renoveren. Je huis verbouwen om het energiezuiniger te maken. Dat is best hot. Steeds meer mensen willen het. Alleen, hoe doe je dat? In Amersfoort is er nu een winkel voor als je in je huis aan de slag wilt met energiebesparing. En volgens mij openen we vandaag niet alleen maar een centrum voor innovatief renoveren, maar vooral voor een centrum voor slim investeren. Vandaag is de opening van dit centrum voor duurzaam renoveren. Wat is precies de bedoeling? Nou, een centrum met name voor particuliere woningeigenaren. Om te zien, te leren, te ervaren hoe je duurzaam kan renoveren in je eigen huis. Wat de technieken zijn, wat de mogelijkheden zijn, wat het rendement is. Wat nou verstandig is om je investering in te stoppen. Misschien gefaseerd. Leren renoveren, zeg maar. Als je een nieuwe keuken koopt of een nieuwe auto koopt, dan loop je een showroom in en dan weet je wat je koopt. En je kunt je een idee bij krijgen hoe leuk het is als je dat in het bezit hebt. Bij energiebesparing weten de mensen dat vaak niet. Die hebben geen idee hoe dat uitziet. Het nieuwe centrum voorziet dus in een behoefte. Ook voor de bouwsector zelf. Onze sector is visueel ingesteld. Dat is met gebouwen, dat is met materialen. En hier kunnen ze gewoon zien wat de daadwerkelijke toepassing is. Het is niet in een brochure, het is niet op een filmpje. Het is gewoon zichtbaar van wat betekent dit facet van verduurzaming. En dan kunnen ze hier gewoon zien. Dus ze kunnen het eigenlijk ook wel gelijk uitproberen. Ze kunnen het uitproberen, ze mogen met opdrachtgevers, ze mogen met particulieren naartoe, ze mogen met hun medewerkers hier naartoe komen. Het gaat erom dat men kennis verspreidt over het verduurzamen. Nou, deze vloer heeft twee voordelen. Het is stevig en het is gelijk geïsoleerd. En ook de consument kan met eigen ogen aanschouwen wat de mogelijkheden zijn. Huiseigenaren die langskomen in het centrum van duurzaam renoveren, die kunnen hun woning door laten lichten. En die kunnen naar huis toe met een doe-het-zelf pakket, als ze dat kunnen, tot en met een compleet energie-neutrale woning en alles wat ertussen zit. Om het makkelijk te maken kun je via de computer je huis laten doorlichten. En welke woning wil je op dit moment en wat is nu eigenlijk die energetische prestatie van de woning? Dan denk ik energiecrisiswoning. Bijna niemand weet wat voor energielevel zijn woning heeft. Je kan aangeven in de tool van hey, dit is het bouwjaar en daar lijkt mijn woning op. En uiteindelijk rolt daar een plaatje uit met een energielabel van de woning zoals die destijds gebouwd is. We kunnen samen met de woningbezitter kijken van nou, wat kunnen we allemaal doen om in stappen labelsprongen te gaan maken. En uiteindelijk zijn we nu bezig om te kijken hoe kunnen we hele goede integrale concepten inbrengen samen met het consortium van 033 Energie om uiteindelijk te komen tot energie neutraal renoveren. Het huis van Bart en Marieke gaat ook een rol spelen in het centrum. Het huis van Bart en Marieke wordt de eerste modelwoning, jaren 30 modelwoning, voor dit centrum. En van daaruit gaan we verder ontwikkelen nieuwe betaalbare concepten. En dat gaan we allemaal hier in dit centrum verkopen. De gemeente is enthousiast. Nou, we vinden het erg belangrijk om steeds een duwtje te geven aan een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. We vinden dat de duurzaamheid echt een vanzelfsprekendheid moet zijn. Zowel voor de gemeente als ook voor bewoners en bedrijven die in de stad aan de slag zijn. En continu zijn we op zoek naar partners die daar een bijdrage aan leveren. Dus als je de mensen opgeleid hebt en je weet de
consument te verleiden. Dus zoek die klant op. Nou, dan ligt het werk klaar. Als je eenmaal begint met energiebesparen, dan werkt dat heel erg aanstekelijk. Zeker als je dat doet samen met mensen uit de buurt. Dit is Jaap Pannenkoek. In zijn vrije tijd wandelt hij graag. En hij heeft nog een hobby. Ik vind het gewoon leuk om energie bezig te zijn. En je kunt verschillende redenen hebben voor duurzaamheid. Ik heb maar gewoon de reden van het verlagen van de energierekening. Door gewoon inzicht en dat je zelf dan keuzes kan maken. Dat vind ik gewoon leuk om dat zelf bij mezelf te doen, maar ook bij andere mensen te delen. Jaap is actief bij Buurkracht in Os. Bewoners in zijn wijk kijken samen naar hun energieverbruik. Mensen krijgen dan wat meer inzicht en door het meer inzicht kunnen ze bewust keuzes maken over hun energiegedrag. Inmiddels doen al meer dan 60 mensen mee uit de buurt. Via internet kunnen ze precies zien hoeveel energie ze verbruiken. Welkom. Als je lid bent van Buurkracht, krijg je een persoonlijke pagina waarop je ziet hoeveel stroom en gas je verbruikt. En dan zie je de staven, dat is jouw verbruik in dat uur. Blijkbaar zijn jullie om 8 uur opgestaan, want toen is de gas gaan stoken. Ja. En dan zit je wel boven het gemiddelde. Consequent, iedere dag, daarom weet ik dat zo zeker, gaat mijn vrouw in bad. Je zit dan op bijna 2 keer zoveel als de rest van de buurt. Mijn vrouw en ik zijn geen grote milieuvoorlopers, maar willen toch zo bewust mogelijk omgaan met energie en omgeving. Voor onszelf, maar zeker ook met het oog op onze kinderen en onze kleinkinderen. En daarom willen Rijn en zijn vrouw energie besparen in hun huis. Ik kook op gas. En omdat die zo groot is, hè, en heeft dus relatief veel tijd nodig om op te warmen, heb ik ook een combi-magnetron hier. Ja. Dus voor de kleine dingen gebruik ik hier mijn dit oventje. Ik heb nergens ledlampjes. Nee. En maakt dat wat uit? Ja, die zit toch gauw 20 watt, dat is 80 watt. Als je dan naar led gaat, dan ga je naar 2, 3 watt. Op Rijn's persoonlijke internetpagina staan ook warmtefoto's van zijn huis. Kijk, hier zie je jouw huis. Je ziet heel mooi hier dat het zonnescherm half naar beneden is. En hier zie je de voordeur, waar dus ook wel wat warmte lekt. Wat je daarmee doet is dat je gaat nadenken van kan ik die warmte niet beter binnenhouden. Dus door isoleren of andere maatregelen. Maar dat is de discussie die we in de buurt hebben. Hoe kun je nou zorgen dat die energie binnen blijft? Misschien toch een idee de spouwmuur te laten isoleren. Dat is natuurlijk een wat grotere maatregel. Zal ook wel meer kosten. Maar... ja, dat is het voordeel van zo'n warmtefoto. Je ziet dat dat nodig is. Samen kun je meer en wordt energie besparen leuk. Goed bezig daar in Os. Maar wat zij kunnen, dat kun jij thuis ook. Om je alvast in de stemming te brengen, maak je kans op een leuke prijs. Deze week kun je een weekendje wegwinnen in een energie-neutraal vakantiehuis in de kop van Noord-Holland. Ga naar onze site en doe mee aan de prijsvraag. Volgende week in Ons Huis Verdient Het. Een energie-neutrale stolpboerderij in Noord-Holland. En hoe helpt de Woonbond huurders naar energie nul? Kijken dus. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ito Daaldrop, Climate for Life.